Hou je aan de maatregelen. Het virus is onder ons en kan zo weer voor volle ziekenhuizen zorgen. Dat was kort gezegd de boodschap van minister-president Mark Rutte in de persconferentie over corona. Ik val maar met de deur in huis. Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie, nu bijna twee weken geleden, zijn de aantallen besmettingen, maar ook ziekenhuisopname, verder toegenomen. Premier Rutte dus, laten we eens kijken naar de belangrijkste punten van de persconferentie. Thuis geen feesten of borrels organiseren. Niet meer dan zes gasten in je huis uitnodigen. Kinderen tot 12 jaar worden daarin niet meegerekend. Registratie bij bijeenkomsten in horeca. Alles op anderhalve meter, ook in de horeca, en zitten verplicht. En het advies thuiswerken, dat blijft van kracht. Ook na 1 september blijven we zoveel mogelijk thuiswerken. Ja, Erik uh, Matser, psycholoog uit Helmond, uh, hier bij mij uh, aan de desk. Als je dit ziet, uh, geen feesten meer groter dan zes mensen uh, thuis, hoe groot is de impact daarvan? Nou, je ziet dat uh, bij het eed uh, eindhoven Zakblad, eindhoven -Zakblad uh, lieten we zien dat 4 miljoen mensen al op de rand van een burn-out staan. Dat was voor de COVID-1 miljoen. En dus je ziet dat bijvoorbeeld heel veel uh, emotionele processen een rol aan het spelen zijn. En dat is niet alleen maar angst voor het virus, maar ook angst voor de toekomst. Uh, hoe zit het met mijn bedrijf? Uh, kan ik verder? Heb ik nog werk? Heb ik voldoende opdrachten? Uh, ik krijg nog van hem uh, van dat bedrijf zoveel geld, valt hij niet om. De crisis duurt te lang. De crisis duurt veel te lang. En je ziet dat wij aan het einde van de stretch aan het komen zijn. En in de stretch van wat wij kunnen hebben, want. Moet je voorstellen dat 4 miljoen mensen momenteel op omvallen staan, emotioneel. En dan hebben we, laten we zeggen, het probleem. Eh, maar wat, hoe, hoe komt dat dan? Wat zit die mensen dwars vooral? We zitten, zonder dat we er erg in hebben, zitten we in een pressure cooker. Is het zo erg om maar zes mensen op je feestje te hebben? Ja, uh, je wil graag uh, met z'n allen iets delen. Uh, ik kan me een, uh, een verjaardagsfeestje van zes mensen wel voorstellen... Maar als dat nou al een jaar doorgaat en op een gegeven moment wil je ook een keer, wij zijn groepsbeesten, je wil ook een keer in, in, in de groep iets beleven en fijn hebben met elkaar. En daar kun je tijdelijk vanaf zien, maar dat kun je niet zo heel lang volhouden. Nee, dat, dat, wij zijn heel langzamerhand over de stretch aan het gaan. Van uh, wat we aankunnen als soort. Dus niet als mens, weet je wel, als, als individueel, maar als soort. En uh, wij hebben echt die, die, laten we zeggen, elkaar nodig om plezier te hebben in het voetbalstadion, uitgaan theaters uh, bij elkaar komen en we zien nu pas, dit is het grootste sociale experiment ooit, Arjo. We hebben helemaal niet in de gaten wat voor impact het is. Waar dat zijn we, waar de eerste levensbehoeften? De, dit zijn de eerste levensbehoeften. Maar als als psycholoog ook, wist je dat al natuurlijk. Als je, daarom, ik zit elke dag te kijken naar een, een historische context, vanuit mijn, uh, vanuit mijn wetenschap, dat we getroffen zijn door een pandemie. Dat is al iets wat uniek is. We zitten, en wat ook heel erg van belang is bij de jonge mensen, is hun leven in een wereld, leefden in een wereld. Ik druk op mijn telefoon en de pizzadoos wordt vijf minuten later onder de deur doorgeschoven. Deze kracht is groter dan wie wij zijn. De wereld is niet maakbaar. De natuur is sterker dan ons. En we komen er heel langzamerhand achter dat we ons moeten aanpassen aan die natuurkracht. En dat is een enorme moeilijkheid. Dat is niet makkelijk. En dat is een enorme moeilijkheid. Dus het is dus iets waar we totaal niet gewend waren. Het was allemaal plastic wat we deden. Alles, de hele digitale wereld. En nu worden we gepakt door een heel klein virus. Als ik het goed begrijp, gaan we kijken naar een klein stukje Mark Rutte uit de persconferentie van vanavond. En wat dat nieuwe advies ons leert, is dat het vooral misgaat in de privésfeer. Achter de voordeur en in zaaltjes. Bij familiebijeenkomsten, op verjaardagsfeestjes. Buurtborrels en in vriendengroepen. Kortom, overal waar mensen elkaar goed kennen en elkaar blijkbaar voldoende vertrouwen om al handenschuddend, knuffelend en op minder dan anderhalve meter van elkaar in één ruimte rond te lopen. Daar zien we op dit moment de meeste besmettingen. Ja, Erik, we zagen opnieuw een ernstige minister-president die een oproep ja. doet. Die heel vaak zegt: samen, we moeten het echt samen doen. Wij kunnen het als kabinet niet alleen. We hebben jullie allemaal nodig. 17 miljoen Nederlanders, hij zei het letterlijk. Werkt dit nou nog de zoveelste keer, die oproep? Dit werkt voor 40 plus. En, Qua leeftijd uh, bedoel je? Ja, ja. 40 plus. Uh, ik snap uh, wat de uh, premier zegt en uh, de minister. Uh, we weten dat we met een extreem een moeilijk probleem worstelen. Uh, maar de jeugd begrijpt het helemaal niet en die heeft afstand tot hun. Uh, wat er nodig is, is bijvoorbeeld dat de rolmodels vanuit de jeugd, bijvoorbeeld de speler van Paris Saint-Germain, die ernstig ziek is geworden en die dat uitlegt. En dat we ook op uh, talkshows uh, uh, mensen hebben die de jeugd aanspreken en die, 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 die bijvoorbeeld dat kunnen uitleggen van dat het niet alleen maar in je longen zit, maar dat het ook in je hersenen gaat zitten. Mm. En dat het echt een, een, een rot virus is, maar ook in hun taal. En dit, dit is het is advies wat je zou geven aan het kabinet. Mark, uh, Mark, die spreekt onze taal, maar die spreekt niet de taal van de tieners. Hmm. En uh, die kunnen hem natuurlijk wel begrijpen, maar je moet het voelen. Hmm. En die waarom-context, dat is voelen en hoe en wat. En hun geven hoe en wat uitleg, maar er moeten mensen komen voor de jeugd die waarom uitlegt. En uh, dat hoort mij ook met een bepaalde manier van taal, met een bepaalde manier van kleding, aanpak. En dan zie je dat, dat je misschien veel meer kansen hebt dat dat bericht dat, dat aankomt. Erik Matser, dank je wel. De middelbare scholen dan? Die gaan volgende week weer open, zoals bekend. En daar is veel over te doen: over ventileren, mondkapjes, afstand tot leraren. Duidelijkheid is, dat is misschien wel waar ze het meeste behoefte aan hebben in die onderwijsinstellingen. Dit is wat Rutte erover zei. Op die scholen wordt met man en macht gewerkt aan een veilige omgeving. Dat is een compliment voor het hele onderwijs. Maar het is ook een verantwoordelijkheid van ons allemaal om te zorgen dat de scholen veilig blijven. Dat betekent, kinderen blijven thuis als ze klachten hebben. En kinderen blijven ook thuis als iemand in het gezin positief test op corona. Geen uitzonderingen. Noël van Hoofd is in Waalwijk bij het Willem van Oranje College. Noël, zijn dat nou de antwoorden, de teksten waar ze iets mee kunnen in het onderwijs? Ja, eigenlijk wel. Ze zijn eigenlijk is de duidelijkheid nu gekomen dat de weg waar ze in zijn geslagen, dat ze daarmee verder kunnen. Dus ze kunnen nu gewoon verder met die voorbereidingen voor maandag. Die voorbereidingen bestaan onder andere uit alcoholgel met alcoholspuiten om de tafels te reinigen. En ook een scherm om de leraren te beschermen in hun klaslokaal. Rector Jan Straver. Duidelijkheid, wat u betreft, zei u tegen mij, maar ja, geen woorden over een mondkapje en geen woorden over leerlingen die onderling afstand zouden moeten houden. Dat werd de afgelopen dagen besproken. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat het goed is dat er ruimte was voor discussie. En tegelijkertijd geeft het ook duidelijkheid. Hè? Dat zei de minister-president ook. Met de deur in huis vallen. Duidelijkheid geven wat kan en wat niet kan. Nou, daar kunnen een aantal dingen niet. Voor het onderwijs is het duidelijk. We gaan door op de weg. Uh, we houden rekening met de RIVM-richtlijnen. Doen wij als school. Dat is onze leidraad. Uh, en er wordt niet gesproken over mondkapjes. De afgelopen weken hadden we het allemaal over ventileren. Hoe gaat het bij jullie met ventileren? Ja, het gaat goed. Uh, we hebben natuurlijk ons, ons ventilatiesysteem wat, uh, wat werkt, uh, wordt jaarlijks getest. En we hebben nu een speciale coronatest uh, laten doen door een uh, extern bureau. En uh, de lucht komt binnen, de lucht gaat eruit, verder geen recirculatie, dus dat gaat goed. We ventileren via de ramen. Dat uh, betekent dat de ramen, kiepramen open zijn tijdens de lessen. De deuren staan open naar de gang, zodat er voldoende tocht uh, kan, uh, kan zijn. Voldoende trek is van de lucht, verse lucht houden. En uh, tussen de lessen door gaat alles open en kunnen we. Goed ventileren. Er zijn soms nog zorgen, die leraar, is die wel veilig? In juni moesten de leerlingen in de klaslokaal blijven, leraren die verplaatsen zich. Hoe gaat dat nu? Nou, we doen ons best om de veiligheid van iedereen te borgen, zowel voor leerlingen als voor, voor de docenten. Nou, de docent komt nu in een eigen lokaal terecht, dus de leerlingen gaan het eigen lokaal uit. De docent blijft daar en de leerlingen gaan wisselen. Ja, ja, op die manier gaat het schooljaar dus uh, maandag weer beginnen. Nou, maandag beginnen ze hier met het, ja, eigenlijk het uitleggen van alle coronamaatregelen. En op dinsdag om half negen, ja, dan gaan de lessen weer echt beginnen.